zometeen in de hoogtepunten gaat Maarten Makwali. Niet spoilen. Ah. Welkom in de hoogtepunten. Ik was naar een film aan het kijken en ik kon me niet stoppen. En dat is ook vervelend natuurlijk. En ik heb uiteindelijk toch moeten stoppen, want dat was na 11 uur al. En ik dacht van, nu moet ik echt mijn bed in. Maar welke film was het dan? The Reptile. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het is heel spannend en het is met een einde dat je gewoon niet gaat raden. Ja, maar ja, niet spoilen. Maar wacht, maar ik zie hier een film uit 1966, een horror-monsterfilm. Is dat nee, jou? Nee, dat is hem niet. Ah, is gewoon Reptile. Reptile. 6,9 op 10 op IMDb, dan is het een heel goede film. Ah, het is met Justin Timberlake. Oh. Ja inderdaad. Allee, American Crime Thriller. Okay. Nee, ja, het is echt heel spannend en het is, je verwacht gewoon niet dat het zo eindigt. Dan zit je naar die film te kijken en dan denk je, ik denk dat dat het einde gaat zijn, maar ja, het zal wel niet, want Frank heeft gezegd dat ik het niet kan voorspellen. Ja, maar dat is ook zo, dat mag je gerust meenemen. Ja, maar het is gewoon leuk. Stop. Allee. Geef maar wat spoilers over het weer. Ja. Dat mag wel. Ja, wel, misschien nog één ding zeggen. Als je dan begint, kan je niet eindigen, kan je niet stoppen. Ja, dan ben je te laat in je bed, dus dan moet dat gewoon in het weekend doen. Allee. Mee, Frank. Allee. Goedemorgen, 7 uur. Nieuws krijg je van Delphine. Een goedemorgen. Je bent ultiem hip in de story, die je dus enkel vandaag nog kan kopen. Je geeft uit- en thuistips, onderverdeeld in categorieën en alles is echt ultra-hipster. Maar dat is niet waar. Shoppen, dat kan bij Vetro. Een klein, fijn winkeltje in Brussel. Ze verkopen leuke kopjes, kaarsen, kettingen en kaartjes. Allee. Ik koop er graag een klein cadeautje voor mezelf. Om bijvoorbeeld mijn koffiemokjescollectie uit te breiden. Oh, je bent zo voor vrienden vind ik er ook altijd wel iets. En tenslotte, luisteren. Midnight van Taylor Swift heb ik op vinyl. Uiteraard op vinyl. Al grijs gedraaid de voorbije maanden. Het is een goede popplaat. Och, en ik ben fan. Dit is de week waarin jij jouw unieke talent kan showen hier op de radio. Maarten en Dorothee. Wie kan jij goed nadoen? Dit is Gianni uit Torhout. Goedemorgen, Maarten en Dorothee. Dat is Kamers Pissers hier. Ik zou graag meedoen aan een verdubbeljeloon. Want met dat dubbeljeloon kan ik dan een keer extra tomaatjes planten. Nee? Dank u wel. Dat vind ik eigenlijk zo slecht nog niet. Ja? Ja. Ik hoop dat het algeheel niveau toch een beetje hoger ligt of zo. Maar het is een zeer verdiend. Ik kan het zelf niet beter, ik zal het zo zeggen. Dit is Benito uit Gaveren. Lepeltjes gewijs. Ja. Lepeltjes gewijs. Ik ben Bart Peters. Dat er dan ook bij zitten. Het is eigenlijk een beetje Jonas van Geel die Bart Peters nadoet. Ja, inderdaad. Er is nog een beetje werk aan. Dit is Jana uit Leiden. Oh yeah! De betere Sergio. Ja. En dit is Valerie uit Assen. Niet zo speciaal, maar altijd wel leuk om kinderen mee stil te krijgen. Straf gedaan. Het heeft ook een soort van intense griezelige vibe of zo, op een manier. Maar ik vind het wel geloofwaardig. Een goede imitatie van een baby. Absoluut. And the bass keeps running, running, and 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 running, 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 and running, and running, 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 running, and in his context. Amai. 5:05 en ik heb al nood aan weekend. Waar is je sleutel? Here's my key. Ah, oké. Donderdag, vrijdag, ik twee keer slaan. Ja, ofwel installeer je een rookdetector of je nodigt het Sheeran gewoon 's nachts uit.
om te checken of alles in orde is. Wow. Hij ziet het altijd meteen. Fire. Van de dingen is dat zeker, hè? Lord of the Rings, hè? Nee? Ja, ik heb het trouwens even nagekeken. Het is van The Hobbit. I See Fire. Dus de soundtrack van die film. De Hobbit, 10 jaar geleden alweer, Ed Sheeran. 1:30. Hele saaie film, hè. Het is gewoon, is dat zo? Ik vind, de Hobbit is echt zo'n lange wandeling gewoon. En maar wandelen. Dat is echt alsof je naar... Ja, gewoon, het is echt slow TV. Gewoon een wandeling. Okay. Ja? En deze week ook nog over imiteren. Wie kan jij goed nadoen? Ja, de Q-app wordt al een paar dagen overspoeld met audioberichtjes. Ja. Dit komt van Debbie uit Putten. Mr. Bombastic, alles fantastisch. Mr. Lava Lava. Ja. Mm. Mr. Bombastic, alles fantastisch. Mr. Lava Lava. Daar scoort ze mee op café. Inderdaad. Maar dan moet het ook al wel laat zijn en dan moeten er al wat pintjes binnen zijn, denk ik. Dit stuurt Lennart. Zeg Maarten, Balthazar Boma hier. Hè? Het is veel te lang geleden dat ik u gezien heb in de Pussycat. Wanneer komt je nog eens af dat we Kitty Kato kunnen doen met Bidou? Wie kan jij goed nadoen? Audioberichtjes die blijven tot vrijdag. Welkom in de Q&A. Ik vond die echt wel heel goed. Dat is echt een heel goede boa. Ja. Donald Duck bijvoorbeeld is ook zo'n klassieker. Hè? Je hebt ook zoveel mensen die Donald Duck goed kunnen nadoen. Ja, maar ja. Goed kunnen nadoen. Dus het is nog een grote verrassing voor mij wat er gaat gebeuren. Of... Ja, maar ja, ik kan niet en preppen en nadenken. Hè. Nee, ik zou denken dat je dat combineert, maar... Is er zo geen beetje over Phil Collins of zo? Nee, maar wel over de prijskat. Nu zijn we heel benieuwd wat er komt, hè. Deze stond op het verzamelalbum van Phil Collins, ja. Ik weet wel, je kent hem ook van Genesis. 10 seconden. Ja, ik weet het. Heerlijke Phil Collins en You'll Be In My Heart. Ah, 2002, ik weet het nog goed. 21 jaar geleden. Als je toen geboren werd, mag je nu al bier drinken in de Verenigde Staten. En in de clubs was dit toen een enorm grote hit. En terecht, een beetje soul vibes. Dan die beats eronder. The Praise Cats in het Foute Uur met Shine On Me. Goedemorgen. Ja, je zit hier op de plek. Dat was gewoon echt een 2-damage doen. Ja! Amai! Wow! Amai, Maarten! Amai!